Ja, zagen jullie dat? Iedereen honger tegelijk. Kindjes opgehaald uit school. Deze twee. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 12 juli. Ik ben Janneke van Huisje Weltevreden. Ik vlog dagelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen en huisdieren. Zoals jullie de afgelopen 3 dagen hebben gezien, is er geen vlog online gekomen, maar een andere video. Dat had een reden. Ik was ziek. Ik had buikgriep. Ik was echt even helemaal niet into vloggen, zeg maar. Ik had echt een virus opgelopen en dat begon eigenlijk al na de barbecue van mijn nichtje. En het hele weekend een beetje zo doorgesudderd met de finale slag maandag. Toen begon ik me al zieker te voelen en maandag op dinsdag werd ik echt heel ziek. Dat ik dacht van, hoeveel eten kan een mens nog in zich hebben, zeg maar. Bespaar je de details. Maar goed, dus ook 2 dagen de gastkinderen niet gehad. En ja, Fleurtje heb ik nu weer opgehaald. Roos is natuurlijk op de peutergroep. Fleurtje ligt nu in bed, die was weer moe. Die was moe vanuit huis, die was al heel vroeg wakker. Ze had nog wel even geslapen, maar ze zat alweer in de ogen te wrijven, te jengelen. Dus in bed gelegd en ze is stil, ze slaapt. Kan ik mooi even stofzuigen? Want Fleurtje kan tijgeren. We gaan het straks beleven, we gaan het zien. Jullie krijgen de primeur vandaag op de vlog. Dus ik moet even goed stofzuigen, dweilen en even met mijn ogen over de vloer waar Fleur bij kan. Nee hoor, mijn huis is al kindproof. Maar goed, het is wel even goed om dat te doen. He, je weet maar nooit waar nog een verborgen dingetje zit wat Fleur kan zien. En ik denk dat ik dat ook nog wel ga beleven, want Fleur is natuurlijk erg vindingrijk. Wat een ander niet ziet, ziet Fleur. Fleur ziet alle details. Nou, ik zie jullie straks. Kijk wie er wakker is en fruit krijgt. Het is Fleur! Fleur, wil je fruit? Ja, fruit? Yes! Hop! Fleur heeft er echt zin in. Toch, Fleurtje? Ja, ja. Hop, hop, hop. Zo lekker geslapen. Ja, nu lekker fruit eten. En even wat drinken nog. En go! Nog een keer. Ik was te laat met filmen. Gaat zo. Oh, zit te dichtbij. Sorry, sorry. Ja, zagen jullie dat? Zagen jullie die tijgermoe? Kom in. Kom hier dan. Oh, Fleur. Kom hier naartoe. Hier komt ze, hoor. Ja, we hoeven geen kleed meer neer te leggen voor Fleur. Dat heeft niet zoveel zin. Hè, Fleur? Oh, Bella wil door het hekje. Ik heb het hekje ook dicht gedaan. Nou ja, weet je. Zo'n drama zal het ook nog niet zijn hier. Ga maar hoor, Bella. Want je bak staat daar. Ik heb ook maar even weggehaald. Ja, Fleur. Allemaal voor jou. Gaan dan. Doe je tijger move. Kom. Zo, kijk. Dan gaat ze.
Ja, goed zo. Hebben! Ja! Hoera! Hoera, je hebt hem! Brood eten. Kiddy. Heb je er twee in je hand? Zal ik je maar een stukje geven dan? Ja, kom. Hop. Hop. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Flesje. Ja, Fleur? Wil je hem? Ja! Ik ga je snel pakken. Hele goede morgen. Helemaal niet. Het is geen morgen. Het is middag. Ik ben al aan het koken. Nee hoor, ik moet de kinderen nog ophalen. Maar weet je, ik kook vast. Zodat ik straks in het spitsuur alleen hoef op te warmen. Want zo meteen natuurlijk Fleur het bed plukken. San en Tim ophalen. Rosa ophalen. En dan zijn we hier tegen 4:30 pas. En iedereen honger tegelijk. Het is dat. En we eten dit. Bakaardappeltjes, doppers met wortelen, kipgarkansnitzel voor de kinderen en ik... Oh, gaat een beetje hard. En ik heb een visje. Fleur is weer wakker. Ja, wat gaan we zo doen? Nou, we gaan zo San en Tim uit school halen. Rosa van de peutergroep halen. Maar ja, dus tussen het uit school halen en Rosa ophalen zit dus een half uur maximaal... Soms loopt de school een beetje uit en dan is het maar 20, 25 minuten. Dus ik heb even een tasje gemaakt en we gaan chillen weer in het parkje. Wat jullie de vorige keer ook hadden gezien. En ja, van een nood een deugd maken natuurlijk. We gaan gewoon al die attracties weer eens even af. En dan ga ik even Pokémons vangen. Dat vinden ze ook niet erg hoor. Dat vinden ze alleen maar leuk als we ballen verzamelen. Verzamelen we ballen. Dat vergeet ze. Elke attractie of elk toestel wat je daar hebt is bijna een pokestop. Dus je kunt een hoop cadeautjes verzamelen. Je kan items verzamelen. En omdat ik heel veel vrienden heb, moet ik heel veel cadeautjes verzamelen natuurlijk. Je gaat er vandoor. Lekker gaan. Gaat ze hoor? Oh, nee. Net te laat. Ik hoorde geluid dat ze ging. Ben je er alweer zat? En... Ja, als we dan dat rondje lopen, die kinderen gaan al die attracties af. En ik zet mijn mobiel aan en ik kan die dingen doen. Ga dan. Ga dan. Doei. En als we een leuke Pokémon vinden, mag Sanne die vangen of Tim. Nou, dit zit er in het tasje. Pakjes drinken, koekjes, flesje voor Fleur. Van die maispuffs of... Van die maispuffs voor Fleur hier zo in. Doekjes heb ik mee. En mijn portemonnee, daar zit mijn rijbewijs in. Fleur nog even verschonen. En dan gaan we zo weg. Ja, we zijn weg. Ja. Laat nog zien. Laat zien wat je kan. Oh, zie je een graspriet? Zal ik die maar eens even weghalen? Zo. Die vliegen lukt niet. Die spiekt daar. Hey Fleur. Fleur. Fleurtje. Afgeleid. Kiekeboe. Ik heb kindjes opgehaald uit school. Deze twee. En we zijn nu aan het wachten tot we Rosa kunnen halen. Dikke vette pies. Ja. Janneke, wij krijgen een Enzo knolshirt met KP erop. Cool. Die in het rood en ik in het roze. Ik krijg ook een knoppenpet. Nice. Moet je maar laten zien. Als Janneke, je hem hebt. Attractie. Ja, nou, kijk, dit hebben we mee, hè, in het tasje. En dan gaan we nu even op drinken. Eerst gaan we even drinken. Pakkie. Pakkie. En dan een koekie. En Fleur wil ook nog wat drinken. Toch, Fleurtje? Hier, wat een mooie. Hé, Fleur.
Hier kan de bruiloft gewoon gooien. Nee. Doe maar in de tas. Niks op de grond gooien. Drinken? Ja. Dat is een onyx. Dat zag ik hier rechts, maar die is hier nu niet, hè? Die is heel ver weg. Gaan we nu alle pokestops doen? Ja. Sanne is even hier aan het sporten. Ben je goed gesport? Sanne! Kun je eten cookie? Je hebt een spray, een Pokémon spraytje. Een spraytje? Ja, voor Pokémon. Moet je die niet vangen dan? Wat is dit? Oh, dat is een pokestop. Hij moet even doorlopen. Moest ik een pokestop vangen? Nee, je was een beetje te groot. Uitgezoomd. Gaan we hier weer rechts? Janke, die pokestop wordt wel vrij. Oké. Okay. Ja, het moet blauw zijn, hè? Janneke? Ja. Jules is heel blij. Ja, jij was al blij. Hé, hey, Roos. Ben je blij? Ben je zo blij? Ja. Jij kan naar me toe tegen, hoor, vriend. Ja. Oh, die kop van me. Rosa, is dat Michelle? Hoi. Hallo. Of je rolt hem gewoon om. Rol je hem gewoon om? Ik ga jou eten pakken. Hi Michelle. Wat is die kop van jou? Je make-up hoofd. Wat was dat ook alweer voor? Gewoon een videootje. Mijn rug moet pijn. Nou, leuk je eten geven. Zat je nog even te drinken dan? Mag ook hoor. Even doekjes pakken. Serieus. Nou, de kleintjes zijn daar aan het spelen. Ik ga helpen hoor. Nou, gaat wel goed. Maar eens kijk uit hè, anders kan je trappen. Weet wat Fleur deed. De lach is zo, en zijn onderleg en deze is zo. Het was een burrito geworden. Nee, een hotdog. Een hotdog, ja. Maar we eten gebakken aardappeltjes, doppers met wortelen. Gezondheid. En een kip krokant schnitzel. En Janneke wilde net de camera pakken en toen was Fleur al weggerold. En dit. Waarom heb jij een vis? Omdat ik dat lekker vind. En daar spelen zij. En geef het. Het is echt te lief. Rosa wil Bella een kusje geven. Zo blij. Fleur die had net alles ondergepoept. Dus die is nog veel blijer. Ik minder. Ach. Mama nog minder, denk ik. Ah, is wel blij. Klein randje in de broek. Ik ga ze zo naar huis brengen en ik zie jullie straks thuis. En het donker is weer gebeurd. Ja, het begint al eerder donker te worden, hè? Nee, we gaan het niet over de herfst hebben. We gaan het niet over de winter hebben. Zeker nog helemaal niet. Het is hartje zomer. Er komt weer mooi weer aan. Het weekend zal het weer mooi weer worden. Dus we gaan genieten daarvan. Dus we doen net of het heel erg laat is. Het is pas 10:15. Toch ga ik de vlog afsluiten. Ik ga onder de douche mijn bed in. Nog eventjes. Ik ben Anne with an E aan het kijken. Ik heb bijna het seizoen af. Steeds een stukje tussendoor gekeken. En toen ik ziek was,
ben ik het ook gaan kijken. Het is zo schattig. Het tweede seizoen staat er nu op Netflix. Het is zo schattig. Echt uit de oude tijd, zeg maar. En ja, het is een kind wat geadopteerd is. Rode haren. Ze ziet er niet uit. Dus ze heeft heel veel moeite om ertussen te passen, zeg maar. Tussen de wat elitere mensen. En nou, anyways, ze heeft natuurlijk haar nodige bagage uit het kindertehuis. En alom. Het is een hele spontane meid. Ze doet veel met woorden en zo. Het is echt, het is gewoon een hele leuke serie. Ga maar kijken. Als je een beetje van dat soort series houdt. Een beetje van de 1860 speelt zich af, meen ik. Rond die tijd. Als je dat leuk vindt, ga het lekker kijken. Het is echt heel erg leuk. Dus dat ga ik nog even kijken. Ik heb nog 2 afleveringen. En dan is het tweede seizoen ook klaar voor mij. En dan ga ik weer terug naar Star Trek. Ik moet even door het eerste seizoen heen, heb ik gehoord. Dus dat ga ik dan doen. Oh ja, morgen ga ik sporten. Morgen kan ik waarschijnlijk mijn nieuwe auto ophalen. Dus stay tuned. Hoe dat er dan uit gaat zien. En wat heb ik nog meer morgen? Nee, ik ga sporten. Auto. Ja, dat is eigenlijk het. Wat ik nu even zo weet. Ik vergeet vast iets, maar goed. Dus, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Doe dan weer een duimpje omhoog. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks en kijk je dit in de ochtend, dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!